vlak voor vertrek nog een lekkere manicure of pedicure? Vanaf nu kan het in het vernieuwde winkelgebied tussen de B en de C-pier op Schiphol. Vandaag was de feestelijke opening. Daarmee is het gebied BC-corridor geopend. De BC-corridor is eigenlijk een stukje nowhere-land geweest. Je kwam de lounge uit en je ging naar de gate. En mensen twijfelden altijd eventjes, ga ik nog even terug of ga ik nu naar mijn vliegtuig? En we hebben dat nu in willen vullen op een manier dat mensen tot rust kunnen komen en eventjes kunnen relaxen voordat ze naar hun gate gaan. De highlights zijn er eigenlijk vijf. Enerzijds het ontwerp, waarin warmte en transparantie terugkomen. Anderzijds de pop-up store die links achter mij staat, waar we om de zoveel tijd een nieuw retailconcept of een media-uiting zullen neerzetten. Dan hebben we natuurlijk rituals, enerzijds de winkel, maar daarbij ook de spa. Hier komt een zitgebied rechts achter mij. En daar hebben we natuurlijk de Juicy Details Bar, waar je hele verse en gezonde sappen kunt drinken. I did a lot of hiking up rocks in Stavanger. And so now I'm going to relax my feet before I get home. How does it taste? Very good. I like it a lot. Yeah, it's good. It's good. It's very good. And how do you feel about this new bar? It's great. It's very customer friendly. They help me with my nails. They help me with the shake. It's good. It's perfect. It's a perfect arrival package. Schiphol wil Europe's preferred airport zijn. Hoe draagt deze vernieuwde corridor daaraan bij? Nou, op twee manieren. Enerzijds willen we onderscheidend zijn ten opzichte van andere airports. Dat is met dit concept ontzettend goed gelukt. En we willen tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van de passagier om net voordat hij het vliegtuig instapt nog eventjes tot rust te kunnen komen. En dat kan hier in de nieuwe BC-corridor. Het nieuwe winkelgebied tussen de B en de C-pier is elke dag geopend van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds.